Hoofdstuk 2 van Maleachi's boek eindigt met een vraag. Waar is de God van het recht? God antwoordt deze vraag aan het begin van hoofdstuk 3. Zie, ik zend mijn bode die voor mijn aangezicht de weg bereiden zal. Plotseling zal tot zijn tempel komen de Heere die gij zoekt, namelijk de engel des verbonds die gij begeert. Zie, hij komt, zegt de Heere der heerscharen. God beantwoordde de vragen van de mensen met een messiaanse profetie. De boodschapper die zou komen was Johannes de Doper, die de weg bereidde voor de Messias, die de gerechtigheid van God in de wereld zou brengen. Maar het interessante is dat God na het beantwoorden van de vraag van hem een andere vraag stelt in vers 2 van hoofdstuk 3 van Maleachi. Hij vroeg, doch wie kan de dag van zijn komst verdragen en wie zal bestaan als hij verschijnt? Terwijl de mensen bezorgd waren over wanneer, was God bezorgd over hoe. God wilde laten zien dat het geen zin had te weten wanneer het oordeel zou komen als er geen voorbereiding op was. Nog steeds over dit onderwerp herinner ik me dat ik als kind in mijn kerk veel verhalen hoorde over mensen die hadden gedroomd van Jezus' wederkomst. Ieder vertelde het in ontroerende details die ze hadden gezien over de wederkomst van Christus. Ik beken dat ik erg jaloers was omdat ik er nog nooit van had gedroomd. Toen begon ik onophoudelijk te bidden en God te vragen om te dromen van Jezus zijn wederkomst, totdat ik een nacht ervan droomde. Ik herinner me dat de hemel doormidden scheurde en tientallen lichtstralen uit de lucht nederdaalden en de gereddenen werden opgezocht. Ik was extreem verheugd over wat ik zag. De bundels kwamen echter niet meer naar beneden. En toen realiseerde ik me dat geen van hen me opzocht. Ik werd wanhopig wakker. Mijn droom was in een nachtmerrie veranderd. Ik besefte dat de komst van Christus alleen mooi zal zijn voor degenen die zijn voorbereid op dit evenement.